Welkom, Rob Nispeling van Business Park Aviolanda. Ja, hier wordt u natuurlijk enorm vrolijk van, hè? Want niet alleen bij Fokker zijn ze al hard aan de gang, maar ook bij jullie op het Business Park. Dat klopt. Bij ons op het Business Park Aviolanda in Hogerheide, de vliegveld Woensdrecht, zijn al diverse bedrijven actief om onderdelen voor de productiefase van de F-35 te maken. JSF werd er constant gezegd, maar volgens mij is er een officiële andere naam, toch? Dat klopt. De JSF, de Joint Strike Fighter, is het onderzoeksprogramma om tot een nieuwe straaljager te komen voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor wereldwijde partners van Amerika, waaronder de Europese NAVO-partners. En dat heet nu de F-35 en dat geeft aan dat die dus in de fase gekomen is dat het toestel echt gebruikt gaat worden. Het heeft wel even geduurd, hè? Want jullie zijn al, meen ik, vanaf 2002 bezig. Ja, Business Park Aviolanda is destijds min of meer opgericht om vooral de productie- en de onderhoudsfase bedrijven en bedrijfshuisvesting te regelen voor bedrijven die voor de F-35 gaan produceren. En ook de luchtmacht is op het terrein gevestigd. Die hebben een eigen terrein en die hebben daar hun onderhoud van de F-16 op dit moment, onze straaljager die nu in gebruik is. En in de toekomst zal daar ook de F-35 onderhouden worden. Maar ik heb begrepen dat er al heel veel onderdelen gemaakt werden in de aanloop naar die F-35, de definitieve beslissing om ze te gaan bouwen. Om een toestel te laten bouwen, laten vliegen, zijn al tiental jaren, misschien al 15 jaar bedrijven betrokken die zichzelf op het gebied van de luchtvaart positioneren. Alle F-35's die op dit moment vliegen hebben bedrading van Fokker Elmo en die zit op Business Park Aviolanda. Bert Pauli noemde de maintenance de moeder van de nieuwe economie in Brabant. Onderschrijft u die gedachtegang? Ja, dat klopt. Er zijn twee grote pijlers onder het West-Brabantse arbeidspotentieel en ook de kennis. En dat is maintenance. Niet alleen in de luchtvaart, maar ook in de chemie. Een aantal chemische bedrijven in de regio. De andere is logistiek natuurlijk, ook West-Brabant van bekend. Grote logistieke concepten die daar uitgerold zijn. Maar het maintenance biedt zeer veel mogelijkheden voor werkgelegenheid op allerlei niveaus. Ja, het is een totaal cluster eigenlijk, hè, waar het voor staat. Absoluut. Dus het produceren als de opleidingen. Ja, dat gebeurt naast elkaar. Mensen werken aan nieuwe dingen en dat gaat op een wat hoger niveau, hbo-universitair niveau. Dus het designen van onderdelen, dat kan van heel klein tot behoorlijk groot zijn. Maar ook het opleiden van hoe ga ik dan vervolgens met die toestellen om. De bestaande toestellen, maar ook toekomstige toestellen. Het is eigenlijk een prachtige ontwikkeling. Het gaat niet alleen om het bouwen, maar die kennisindustrie waar Brabant toch al in excelleert, krijgt een enorme injectie hierdoor. Want in 2019... gaat het pas eigenlijk echt van start? Ja, de bouw van de JSF F-35 die loopt nu al. Ja? Er vliegen er 100 rond. In de komende 2-3 jaar komen daar nog eens 100 bij. En daarna komen er nog honderden bij. Want in totaal gaat het om ruim 3000 toestellen wereldwijd. En natuurlijk zullen die niet in Nederland gebouwd worden. In Europa is er maar één plek waar de toestellen gebouwd gaan worden. Maar de meeste zullen in Amerika gebouwd worden. Maar bedrijven zullen wel kunnen toeleveren. Ja, dus bedrijven kunnen zich inschrijven om... Ja, technologie. Contracten te verwerven om bepaalde onderdelen technologie, maar ook om programma's te schrijven voor het onderhoud. En omdat Nederland een partner is in de ontwikkeling van de JSF en ook nu bevestigd heeft de F-35 gekocht heeft, kunnen Nederlandse bedrijven, die staan min of meer vooraan om hun kwaliteiten te laten zien en kunnen geselecteerd worden om programma's uit te voeren. Nu is Aviolanda eigenaar van de grond, van de gebouwen en ook exploitant. Dus wat betekent dit dan voor jullie? Gaan jullie zelf ook bedrijven zoeken? Wij zijn eigenlijk oorspronkelijk bedacht om dus inderdaad het onderhoudscentrum, zowel voor civiel als militair, voor luchtvaartgebonden activiteiten in West-Brabant. En samen met de luchtmacht en Fokker Technologies trekken wij op om bedrijven en bedrijvigheid naar die locatie te halen. En wij verwachten heel veel van de gesprekken in de komende maanden en jaren om bedrijven en bedrijvigheid naar het terrein toe te trekken. Ik denk dat u niet beter 2013 had kunnen afsluiten. Absoluut. Ik wens u heel veel succes in 2014 en tot een volgende keer. Ja, dank u wel.